In de maand september nemen 8 bibliotheken het tegen elkaar op om zoveel mogelijk vaders met hun kinderen in de bibliotheek te ontvangen. Allemaal in het kader van het vader-voorleesrecord. Afgelopen zaterdag was de aftrap van deze campagne. Na een korte voorleesworkshop van schrijfster Anke Kranendonk kregen de vaders de kans om hun voorleeskwaliteiten te laten horen. 50 vaders en grootvaders lazen samen met speciale gast popprofessor en vader Leo Blokhuis tegelijkertijd voor aan hun kinderen en kleinkinderen. Het is gebleken dat het heel belangrijk is dat ook vaders voorlezen. En omdat vaders en moeders natuurlijk ook voorbeeldfuncties hebben. En het is sowieso goed dat er voorgelezen wordt. Omdat kinderen in aanraking komen met boeken, nou ja, met andere werelden, noem maar op. En veel moeders doen het. Maar het is heel goed dat vaders ook de voorbeeldfunctie hebben. Dat ze voorlezen en dat ze plezier hebben in het voorlezen. In Nederland leest in 65% van de gezinnen de moeder het vaakst voor. En in slechts 8% de vader. Hebben vaders er eigenlijk wel zin en plezier in om hun kinderen voor te lezen? Of is het iets wat alleen moeders doen? Geniet je er zelf ook echt van? Ja, overduidelijk. Goed, dat, ik denk dat heel veel ouders er wel in herkennen dat je eigen geluk en je eigen plezier vaak uit het plezier van je kinderen haalt. Dus als zij blij zijn, als zij vrolijk zijn, ja, dat word je vanzelf ook. En het valt me ook op dat de verhalen die op dit moment gewoon verschijnen, ook ontzettend divers zijn en gewoon hartstikke leuk. Gewoon echt een leuke humor zit erin, leuke verhalen. Dus het is voor jezelf ook echt totaal niet vervelend. Nee, ik vind het leuk. Volgens Kranendonk is het van groot belang dat vaders voorlezen aan hun kinderen. Een kind kruipt al sneller bij ma op schoot. Er is dan een boekje. Maar juist dat vaders niet alleen de lekkende dak groot maken. Maar ook juist dit soort dingen met hun kinderen doen. Want ook kan het zijn dat vaders andere boeken met hun kinderen pakken. Ja, andere boeken dan moeders doen. De wat stoerdere boeken? Dat zouden wat stoerdere boeken kunnen zijn. Welke bibliotheek uiteindelijk het boekstart vader voorleesrecord verovert, is nog even afwachten. De boodschap is in ieder geval duidelijk. Vaders worden aangemoedigd om ook voor te lezen aan hun kinderen. Waarom moeten die vaders die nu zitten te kijken hun kinderen gaan voorlezen als ze dat nog niet doen? Nou, omdat je niet alle pleziertjes in het leven aan je moeder moet overlaten. En wij hebben ook recht op ons plezier. En dat is een van de leukste dingen die je kan doen. Dus ik raad het alle vaders aan om ermee te beginnen.